welkom bij een nieuwe video vanuit Europa Park. Achter mij zie je het prachtige themahotel Belrock. En die werd in 2012 geopend door niemand minder dan Bond-acteur Sir Roger Moore. En vandaag neem ik jullie mee in dit prachtige hotel. Dus kom mee! In de 18e en 19e eeuw reisden vele Engelse immigranten af naar de nieuwe wereld, Nieuw-England. En het laatste wat ze van het Europese vasteland zagen op hun barre tocht was de Schotse vuurtoren Belrock. En daaraan dankt dit hotel dan ook haar naam. Achter mij staat ook zo'n vuurtoren. Deze is 35 meter hoog, telt een aantal prachtige suites en onderin zit zelfs een restaurant met 2 Michelinsterren, Emmalite. Nieuw-England is een gebied in Noordoost-Amerika en bestaat uit 6 staten. En ieder gedeelte van het hotel staat voor 1 van die staten. Bijvoorbeeld dat gele gedeelte staat voor Vermont, Rhode Island, tevens het kleinste staatje, Massachusetts, Maine, Connecticut en New Hampshire. Het grote witte gebouw achter mij staat niet voor een staat, maar voor een stad. De onofficiële hoofdstad van het gebied en dat is Boston. En daar kun je inchecken, dus laten we gaan. Als je naar de ingang loopt, kom je langs deze beeldengroep. En deze is ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Wim Steins. En deze beeldengroep symboliseert de aankomst van de immigranten in Nieuw-England. Welkom in de aankomsthal. Wat meteen opvalt is de prachtige enorme trappenhal. Vanaf hier heb je toegang tot het restaurant en ontbijtlounge, de heerlijke cocktailbar, de souvenirshop en natuurlijk de receptie, want daar moet je inchecken. Bij het inchecken krijg je buiten alle informatie natuurlijk ook de mogelijkheid om je toegangsbewijzen voor het park te kopen. Als hotelgast heb je een speciale ingang op een paar minuten lopen van het hotel en je kunt dan ook een half uur voor openingstijd het park al in. Oh, en trouwens, op dag van de aankomst kun je in het laatste uur het park gratis bezoeken. Voor niks! Kun je de sfeer alvast een beetje proeven. Goed, naar de kamers. Het gehele hotel is gemaakt in de zogeheten shaker-stijl. Bekend om het houten timmerwerk en de houten vloeren en open haarden. Maar zoals je ziet is dat hier nog aangevuld met prachtige oude banken, antieke klokken, plattegronden. En je zult misschien denken, heel veel kleerhangers. Maar deze haken zijn niet om je jas op te hangen. Zeker niet. Vroeger vonden ze het namelijk vervelend om schoon te maken. En deze haken waren ervoor om de meubels ondersteboven eraan te hangen, zodat er geen stof kwam op de zittingen. Dan heb ik de schoonmakers ook weer wat werk bespaard. Hallo! Nou, ik heb een standaardkamer geboekt. Uitgerust met toilet, aparte badkamer, stapelbed, tafeltje, tv'tje, telefoontje. En natuurlijk een heerlijk luxe tweepersoonsbed. Sommige van de kamers zijn uitgerust met bijvoorbeeld gethematiseerde stapelbedden. Maar deze kamer heeft bijvoorbeeld een trucje waardoor je kan onttrekken aan de werkelijkheid van je kinderen, jezelf of je douchende partner. Doe vooral waar je zin in hebt en ik heb zin om lekker even te slapen. Ik zeg tot straks. Wil je nou koninklijk wakker worden, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om een suite te boeken. Zoals de George Washington suite in de vuurtoren. En dan heb je bijvoorbeeld veel luxere boksspringbedden, een eigen koffiezetapparaat, prachtig uitzicht over het park, luxe stapelbedden, luxere badkamer. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om een suite te boeken die ook geschikt is voor groepen. Zoals een van deze presidentiële suites. En de presidentiële suites hebben alles extra. Extra badkamer met bad, extra bedden, extra zitgedeelte, extra dakterras. Oh ja, en een extra verdieping.
Zo'n suite is dus ideaal als je na afloop van een dagje Europapark nog even rustig wil bankhangen. Hoe je uiteindelijk ook besluit te overnachten, je kunt altijd kosteloos gebruik maken van de faciliteiten van dit en alle andere hotels van het Europapark Resort. Ze hebben hier heerlijke spa-faciliteiten en zelfs een fitnessclub. Daar ga ik geen gebruik van maken, maar ik ga wel lekker afkoelen in het zwembad. Het zwembad heeft een buiten- en een binnengedeelte, maar het weer is heerlijk, dus ik neem hier een duik in het verwarmde buitengedeelte. Zo, ik ben weer droog. Nou, de beste manier om een dagje Europapark af te sluiten is natuurlijk met een heerlijke cocktail in een van de cocktailbars. Hier zijn dat de Roland's Lodge en de Spirit of St. Louis. En daar ga ik een drankje doen. And give all your love to me every day. You feel like the morning sun and moon together again we stand. Oh, leuk weetje trouwens. Mocht je niet in het resort verblijven, maar hier toch willen eten of een cocktail willen drinken, dan ben ook jij na een dag Europapark van harte welkom. Ik ga nog even genieten, dus ik zeg zoemol en tot ziens in Europapark. Ja.